Levensmiddelen technoloog Ricky Stuttgart die heeft er een onderzoek gedaan naar het gebruik van mondkapjes en het niet goed gebruiken van deze mondkapjes die kunnen zelf zorgen voor heel veel gezondheidsproblemen. We voeren nu naar Ricky Stuttgart, de levensmiddelentechnoloog die informatie geeft over gebruik van de mondkapjes en wanneer we het onjuist gebruiken, welke risico's wij allemaal kunnen oplopen. Het probleem is dat er is slechts een opdracht gegeven dat we moeten opzetten, maar er is dus nooit door het COVID-team helemaal uitgelegd hoe je het op moet hebben, wanneer je het op moet zetten, welke is goed, welke is niet goed. Er is een opdracht gegeven en anybody kan het maken. Iedereen kan dus nu, als je een stukje, een lapje goed thuis heeft en een elastiekje kan je mond niet kan maken en verkopen. Die dingen zijn nooit onderzocht van waaraan voldoen ze. Ik heb toch zelf ook gezien dat mensen het op straat verkopen en het is niet eens afgedekt in een zakje. Waardoor je dus nieuwe problemen creëert die er niet waren. Er is voorlichting van eminent belang. Ik heb er geen moeite mee wanneer bijvoorbeeld je in de bus zit en een mondmasker op hebt. Of wanneer je bijvoorbeeld in een lift bent. Toch? Ik heb bijna zeker geen moeite als je zegt van ik ga dus naar een winkel, er is een airco-ruimte en ik zet het op. Maar dat die momenten heb je bij wijze van spreken, maar misschien een half uur ben je maar bezig, een uurtje ben je maar bezig, dan ben je ervan af. Maar als je bij wijze van spreken dus nu, er zijn mensen die dus 12 uren lang dat ding op je mond hebben. Dat is niet goed, want je krijgt groei van micro-organismen en je slikt die dingen weer langzaam naar binnen. Dus dingen die je eruit had gehaald via uitademen en zo, die krijg je weer naar binnen. En het gaat zich op den duur accumuleren. Wat belangrijk is dat we dus niet gewoon dingen letterlijk moeten overnemen van Europa. Europa is een gematigde streek, de omstandigheden zijn anders. Bovendien heb je ook dus dat die dichtheid, die populatie is veel groter dan de onze. De kans op een infectie is daar veel groter. We moeten niet gewoon letterlijk die dingen overnemen. Toch? Dat die ziektes momenteel, die aandoening, dat die aantal geïnfecteerden afneemt op dit moment, dat heeft gewoon puur te maken met ons klimaat. Het virus kan niet overleven bij ons klimaat. Dat het toeneemt bijvoorbeeld in Europa op dit moment, dat komt omdat er momenteel ze opgaan naar de winterperiode. We kunnen ze moeilijk met elkaar gaan vergelijken en regen overnemen die Europeanen doen. We moeten ook onze eigen onderzoek doen. We moeten bijvoorbeeld nagaan wat kan en wat niet kan en wat is logisch. Je kan bijvoorbeeld toch kinderen niet zeggen dus dat ze 5 uur lang in de klas in een warme ruimte met een mondmasker moeten zitten. Ik zou bijvoorbeeld adviseren wanneer je in de bus zit, wanneer je in een lift zit, wanneer je bijvoorbeeld inkopen gaat doen in een winkel die afgesloten is, airco, dan kan je het aantrekken. Voor de rest hoef je het niet aan te trekken. Omdat je bij wijze van spreken juist meer aandoeningen gaat creëren dan wat anders. En zorg ervoor dat je in voldoende mate vitamine C naar binnen krijgt. Oh ja, en ook zinkproducten naar binnen krijgt. En dat je bijvoorbeeld een voldoende sport, zodat je dus je weerstand opbouwt. Zodat je dus in geval je een infectie oploopt, dat je weerstand kan oplossen. Ik ben ervan overtuigd dat hoe dan ook wij allemaal vroeg of laat op een of andere manier met het virus geconfronteerd zal zijn. En daarom zeg ik van, bouw je weerstand op. Het is een onzichtbare vijand en any moment kan het toeslaan en je ziet het niet.